Het gebeurt niet zo vaak, maar af en toe dan spreek ik een ondernemer die denkt dat de Emiraten het Wilde Oosten zijn als het gaat om personeel. Daarom wil ik een paar misverstanden uit de wereld helpen met dit filmpje. 1. Medewerkers die 40 uur werken in de Emiraten hebben recht op meer vakantiedagen dan Nederlandse werknemers, namelijk 30. Betaalde vakantiedagen voor de goede orde. 2. Het is inderdaad zo dat je geen dossier hoeft op te bouwen als je van een medewerker af wil voordat het contract is beëindigd. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat je wel verplicht bent om een end-of-service gratuity te betalen. En dan kom je maar moeilijk onderuit. Grofweg 1 maand salaris per jaar dat de medewerker voor jou in je bedrijf heeft gewerkt. 2, 3 inmiddels. Alle contracten hebben nu een limited duration van 2 jaar. Het is dus niet meer mogelijk om een contract voor onbepaalde tijd te geven. 4. In het Emiraat Dubai en ook in Abu Dhabi ben je als werkgever verplicht om zorg te dragen voor een ziektekostenverzekering. Die zijn niet zo duur als in Nederland, maar het is wel een verplichting van de werkgever. En dan 5. Als je bedrijf in een free zone staat, ongeacht de vraag of dat in Dubai of een andere free zone is, ander emiraat is, je bent verplicht om een bepaalde deposit te maken, een bepaald bedrag te storten bij de free zone, wat de free zone gaat uitkeren aan de medewerker in het onverhoopte geval dat je bedrijf ineens niet meer bestaat. Het bedrag varieert, het is een maandsalaris of het is 2000 dirham of het is een maandsalaris en een vliegticket naar het land waar de medewerker vandaan komt. Maar het zal duidelijk zijn dat als jij 10 medewerkers hebt, dit toch wel een klein aanslagje is op je kasstroom. Het geld ben je kwijt, het staat geparkeerd bij de Free Zone Authority of in Dubai.